Bas Smit geniet momenteel van een welverdiende vakantie en verrassend genoeg kwam hij tijdens een potje tennis niemand minder dan Novak Djokovic tegen op de baan. Terwijl Smit aangaf dat Djokovic aan het neuzelen was tijdens de training, kon hij het geheel wel met humor opnemen. Djokovic, altijd te vinden op zijn tennisclub, gaf Bas echter geen kans en sloeg hem genadeloos van de baan. Een luchtige situatie die Bas met zijn volgers deelde op Instagram. Zo leuk. Djokovic traint altijd bij mijn club hier, deelde Bas enthousiast. Hoewel hij nieuwsgierig toekeek tijdens de training, beschrijft hij het als eindeloos langdurig geneuzel van Djokovic. Gelukkig kon de tennisser zelf wel lachen om zijn eigen capriolen. Ondanks het neuzelen wist Djokovic Bas toch van de baan te slaan. Moest denken aan hoe hij me genadeloos van de baan sloeg. Met tennis dan hè. Denk dat hij het met padel wel zwaar tegen me krijgt, voegt Bas grappend toe. Terwijl Bas geniet van zijn vakantie en sportieve ontmoetingen, lijken er echte geruchten rond te gaan over zijn privéleven. Er wordt gesuggereerd dat Bas zijn vrouw Nicolette van Dam niet trouw zou zijn. Yvonne Koldewijer, die veel vragen van volgers ontvangt over mogelijke ontrouw, benadrukt echter dat er geen concreet bewijs is. Op haar juiste kanaal deelde ze, het moet op zijn minst een anekdote zijn. Als ik dat niet heb, kan ik niet gaan posten, Bas Smit gaat vreemd, zonder dat ik iets weet. Vorig jaar werd Bas nog aangesproken door een volger over zijn gedrag. De opmerking over zijn vreemdgaan gedrag verdween echter spoorloos, wat de vraagtekens rond zijn privéleven alleen maar lijkt te vergroten. Een mix van sportieve avonturen en roddels lijkt het leven van Bas Smit momenteel te kleuren, en zijn volgers blijven nieuwsgierig naar het vervolg van dit verhaal.